vrijdag 25 juni. Alweer een aflevering van VI Oranje vanuit het Kurhaus in Den Haag. Scheveningen vandaag met Johan Derksen, René van der Grijp, John van Lottem en Karl Huibrechts. Het is trouwens lekker, tropisch warm, maar daar heb jij wat op gevonden, René, heb ik begrepen. Ja. Lekker, man. Ja, deze, het is niet zo warm ook hier. Ze maken jou nu weer gek. Deze, hè? Maken mij niet meer gek. Ijsblokjes erin, zie ik. Ik heb gehoord dat hij ligt er 's nachts heel de nacht in zo'n bak met ijs. Hij moet echt de dag daarna niet warm. Je hebt er weer eentje gevonden, zie ik. Ik slaap ook met een stropdas. Ja? Ja. Vind ik lekker. Het is een lekker donker pak, hè? Ja. Fijn. Ja. Ja, er komt een hittegolf aan, weet je. Oh, dat zit me geen reden. Nee? Nee. Nee, komt nog meer? Nee, jij krijgt me niet in zo'n fleurig overhemdje. Nee? Nee. Winterjasje erbij straks en zo. Mutsje op. Ik zou je nog verrassen een keer. Ja, ik ben heel benieuwd inderdaad. René, wat vond je van het optreden van de scheidsrechter trouwens, juist bij Brazilië-Portugal? Erik Suiker uit Veenendaal. Ja, wat moet ik daarvan zeggen? Nou, zeg het maar. Nou ja, Wilfred, ik moet heel eerlijk zeggen dat die man gaf enorm veel gele kaarten. Maar daar weet ik niet of ik er helemaal naast zit, maar voor mij is de finale bekend. Oh ja, vertel. Nederland tegen Spanje. Ja, het is wel klaar. Ja. Hij is klaar. Spanje vanavond even we over kunnen stoppen. Heen. Dat wordt Nederland-Spanje in de finale. Want je wou toch niet zeggen dat deze twee houthakkers, dat die het gaan maken, hè? Dat is toch ongecontroleerd. Ik ben het helemaal met je eens. Dat is wild. Dat heeft niets met voetballen te maken. Dat is een beetje achter die bal aan hobbelen of achter de bal blijven. En daarna met wat ongecontroleerde overtredingen proberen weer balbezit te krijgen. Het is echt geen gezicht. Dit is geen reclame voor het voetbal ook. Die Brazilianen ook niet, hè? En je maakt mij niet wijs dat je met zulke houthakkers op het midden en achterin... Nou, ik zweer het je. Dan zeg ik niet dat Robben moet in vorm zijn. Van Persie moet in vorm zijn. Sneijder moet in vorm zijn. Van der Vaart, als hij zou spelen, moet boven zichzelf uitstijgen. Maar dan rollen wij die Brazilianen echt met 3-4-0 op. Daar ben ik van overtuigd. Lekker gevoel zo, hè, aan het eind van de week. Nee, maar ja, dat heeft deze wedstrijd, wat René zegt, inderdaad duidelijk gemaakt. Want je gaat naar zo'n wedstrijd zitten kijken en dan denk je toch... Portugal-Brazilië, dat zijn serieuze tegenstanders. Ja. En dan zit je te kijken en denk je, ja, maar hier hoeft Nederland toch niet wakker van te liggen. Nee. Kijk, haal Ronaldo eruit bij Portugal en dan blijft er niks over. En die Brazilianen, die spelen niet Braziliaans. Dat zijn spelers die heel hard werken en gedisciplineerd voetballen. Maar de virtuozen zijn er niet meer bij. Maar Johan, die kunnen toch vandaag gewoon met 8 man staan na 1 wedstrijdje zwemmen. En je ligt al niet meer wakker van Brazilië. Je ligt al niet meer wakker van Brazilië. Kom op, Filipe Melo is waarschijnlijk aan zijn slechtste seizoen van zijn leven bezig. Onze vriend ernaast van, hoe heet die, die weet jij zo goed? Gilberto Silva. Gilberto Silva speelt inmiddels in Griekenland, is 35, loopt 100 meter in 18 minuten. Er speelt er nog geen naast, die speelt in Turkije, hoe heet die? Ja, normaal gesproken Elano, maar die speelde vandaag niet inderdaad. Nee, speelde vandaag. Het is niks. Het is echt niks. En dan spelen ze achterin, spelen ze met twee van 2 meter, die hebben het ook te draaien van een... Bus. Van een bus, ja. En dan hebben ze die. En er zijn die backs zijn aardig. Maar die Bastos, dat is mij ook nou nog nooit. Ik dacht, mij kon wel. Maar Bastos vind ik ook een rare wilde gras. Lucio. Lucio. Nee? Seizoen bij Inter. Nou, als die opkomt, zou ik hem best willen laten gaan. Gewoon zeggen, joh, probeer het een keer. Ja. Dat we hem een keer helemaal laten gaan, tot de keeper. Kijk wat er dan gebeurt. Ik zeg hier dat hij hem onderweg gewoon afgeeft. Zeg hier, geen zin in. Ah joh, kom op. Voor mij is het bekend hoor. Het is en wat Johan zegt, ben ik het zo mee eens. Laten we nou gewoon op dit niveau blijven spelen. Laat Van der Vaart maar onder zijn niveau spelen. Maakt niet uit. Nee, inderdaad. Maakt totaal niet uit. Als niks te zien, man. Nee, maar als het... Nee, oké. Okay, maar Nederland kan profiteren tijdens dit WK van het dramatische niveau van de andere teams. Vind ik ook. Als je eigenlijk nu geen wereldkampioen wordt... Dan word je nooit meer. Dat is een schande. Dan word je nooit meer. Want dit is een unieke kans. Ja. Nee, dat vind ik ook. Echt waar. We zitten weer aan tafel. Nee, dat vind ik ook. Ook alleen maar lijpkezen. Hoe kijk ik niet gezien? Nee? Hoe kijken de Belgen aan tegen dit WK? Gaat de kosten van mij zeker. Ja, dat gaat zeker de kosten van jou. Bob Varink uit Amsterdam. Hoe kijken jullie daar in België nou naar het WK? Leeft het überhaupt een beetje? Nee, niet zo erg natuurlijk. Voetbal lief hebben ze wel. Maar ja, ondertussen zijn we het gewend dat België er niet bij is. Maar het leeft minder vanzelfsprekend. Waarom nemen jullie geen Nederlandse bondscoach? Nee. Nog een drankje. Die kunnen ze niet meer betalen. Ja, die kunnen we niet betalen. Deze nog niet eens gezien. Wat is het? De Derksens. Ja. Lievert van Maarwijk wordt niet uitgeschakeld, daar is hij te goed voor. En dan zie je hem liggen twijfelen in bed. Zie je dat? Die das hebben ze er ook bij getekend. Geweldig. Die das hebben we dat betekend. En die vrouw die zich dan omgedraaid heeft en hij denkt nog even na. Zou die wel eens twijfelen, denk je, Johan?
Ja, maar dat doet hij niet waar wij bij zijn in ieder geval. Ja, twijfel je wel eens, Johan, eigenlijk? Of, wat zeg je? Zijn er wel eens momenten van twijfel? Nee, nooit. Nee? Geen moment? Nee. Nee, zolang ik bij de types als jullie aan tafel zitten, loop ik over van zelfvertrouwen. Ja, dat moet dat wel inderdaad. Ja. Je had bij de dagelijks knudden, krijg je het wel mee, of niet? Nee, ik had dit niet gezien, maar dit stond dat vandaag in de AD. Vandaag in het AD, maar je kunt ook op de AD-pagina zelf kijken. Bijna dagelijks hebben ze een knudden die over jou gaat. En meestal over jou en Wesley natuurlijk. Hè? Want van de week hadden ze er ook een. Dat Wesley dan had gezegd dat jij niet meer mocht zeggen dat Jolant een hoer was. En misschien dat we die nog even willen laten zien. Kijk. En dan zeg jij, ouwe hoer. Ja, die zegt, jij ziet er ook... jij ziet er ook heel leuk uit, René. Je ook niet. Ja, wat goed getekend, zo'n brilletje ervoor. En die strontas. Nee, maar die strontas over dat bed, dat blijft voor mij echt... Maar is dat raar dan, dat je een stropdas bij je pyjama draagt? Nee, helemaal niet voor jou. Nee, maar kijk, op zich vind ik voor lul staan nog niet zo erg. Dat doe ik ook vaak genoeg. Maar... het is altijd wel handig dat je het zelf doorhebt. Ja. En dat vind ik het pijnlijke hieraan. Dat ze allebei vreselijk voor lul staan zonder dat ze het zelf in de gaten hebben. En waarschijnlijk als ik ze... Ik denk dat hij het wel doorheeft. Ja, hij staat... Dat denk ik ja, wel. Ja, oké, zij. Maar zij hij is een beetje niet. Nee. En ik ben bang bij haar, als je het haar nog 4 keer laat zien... dat ze het nog niet doorhebt. En dat zijn de beste vrouwen. Ja. Dan zijn we allemaal naar op zoek. Laat die onzin. Wat een onzin. Is het onzin of niet? Ja, het gaat ver. Jongen, jongen. Ja, maar wij zitten hier toch de hele maand onzin te doen. Want we moeten toch niet net doen of het ergens over gaat. Nee.